hier aan de Vollenhofsweg in Wezep zijn we bij een heel mooi kunstwerk aangekomen. Een paard van hoefijzers. De man die dit heeft gemaakt, daar zijn we wel benieuwd naar. Dus we gaan even op visite bij hem en we hebben wat lekkers voor hem meegebracht. Goedemorgen Henk. Ja, ik heb de handen vol, want we wilden eens even bij je op visite komen. Is dat goed? Zeker weten. We gaan straks een bak koffie drinken. Hé hey Henk, ik mag platbranden, hoor. Zeker. Wanneer heb je dat pier gemaakt? Ik ben met 2000 heb ik hem gaan maken. En het was in februari, denk ik, meer. Ik denk, ik heb nu een beetje rustig. Ook maar eens een peert maken van hoefijzers. Ik ben ook in de wereld bekend als de rijdende hoefsmid. Dus ik denk, maar ik wil ook een beeld in de tuin hebben. Want dit hoort bij de boerderijen en het zijn allemaal gebruikte ijzers. En het is een Fries. Hij is mooi van type. Ik heb hem helemaal uitgebouwd als dinges, als een echt piet. En ik had een Fries kort bijstaan en ik ben aan het werken gegaan. En dit is hem gewonnen. En hij werd elke dag nog wel 4-5 keer op de foto gezet en misschien wel vaker. Ja. En deze meneer, wie stelt deze meneer voor? Ik zelf. Jazeker. Ik doe het al jaren. Ik denk de pet op? Ik heb al die pet op. Ik heb al 40 petten uit het buitenland. Deze pet heb ik gekregen van mijn vriendin, die was in Londen. Ze brengen petten meer ook niet nodig. Zo kom ik al mijn petten en ik vind het leuk. Maar ik heb dat nooit met vakantie geweest. Dus ik heb 2 dagen naar Bolsward geweest met de vrouw. En anders heb ik nooit van huis geweest, want ik ben liever tussen de beesten. En hard werken en lekker eten. De rol. Nou, dan gaan we eerst even lekker aan de koffie. Dank ik heb wat meegenomen, dus... Dat is hartstikke goed. Ja. En we gaan mooi in de keuken aan de tafel en dan gaan we een bak koffie drinken. Ja. Oké? Oké, doen we. Nou. Wie zit hier lekker in de keuken, Bio? Lekker even koffie met gebak. Woon je hier al langer? Ja, ik woon eigenlijk van mijn trouwdag af. Ik heb eerst een maandje in Oosterwolde gewoond en toen hebben we dit gehuurd en later gekocht van vrouw Kwakkel, Pleiter Kwakkel. Ik was een boermensje, maar dat kleedde daar aan. En ik ben hier zo blijven wonen en zodoende. Dus, en ik hou van het platte leven en hard werken en doorgaan. En waar ben je geboren? Ik ben geboren in Oosterwolde. Midden in Oosterwolde bij de Meulen. En toen een poosje zitten, toen was ik 15 jaar. En ik wou graag boeren en ik zat op school. En toen had mijn vader een boerderij gekocht, want die had gehuurd van de Brink. In Friesland, echt een brug. Ach, mijn jongen Joop de Katten met de vrachtwagen. De huurstraat erin, hoepen de poep naar Friesland, echt een brug. 7 jaar harde werk en Henkje wil graag boer worden. En wie ben met ons 7? Ik was als, dus ik moest verop. Of mutten, maar ik had er zin aan. Ik wil melken. Wie ben de keur met 3 met de koning en wie ben vertrokken met 60. Maar op een gegeven moment wil ik voor mezelf een beetje aan de gang zetten. Dan had ik 10 rode koningen. Allemaal van die rode witteren. Ik had Peter Riebaard, mijn maat, die is je vader, die had ook een rode witteren. En dan vond ik stoere koning. Ik hoorde van een dikke koe, goede konten eraan. En dan rek ik ook met de schapen. En dan rek ik ook met de paarden. Ze hebben een ras in Adelheim. De hele troep weer verkocht. Henk, je kon trekken in vanzelf. Hoppa, weer naar Oosterwolde, aan de winterdijk. Ik op de trekker, vliezen de achtste karren. Met de huisraad. Zo kopje onder door bij Emmeloord. In een sloot. Maar toen waren nog geen mobieltjes. Ik ging in de tweede bocht. Ik denk, ik heb maar één wang meer. Ik ben teruggereden. Ik heb de volk bijhaald. Ik heb die karren op Wallensleup. De deursjes wilden de wagen. Ik kom bij mijn moeder aan de winterdijk. Ik zei, maar waar moet die dingen zijn? Want ik heb heel veel contact met mijn moeder. Ik vond het een lieve vrouw. Ze zegt, zet ze maar op de zolder. Dan drogen ze vanzelf wel op. En houden we ons weer verhuurd en houden ze al in de park. En die was zo makkelijk. En ik ben net zo dus.
nog wat mooie foto's aan de muur hangen. Zeker weten. Ja? Nou, hele belangrijke foto's. Ja. En we gaan nu naar de kamer. Ja, mooi. Zie, dat is de Jet. Zijn ze van vroeger. Ik zoek er nog gewoon hold. Toen ik kwam wonen, toen waren we helemaal geen gas. We hebben wel water, maar we hebben water uit de grond. Ik heb een pulsen. Ik heb helemaal geen leidingwater, geen drup. Als de stroom valt, dan is het einde verhaal. Maar ik zorg wel dat ik een melkbus op water vuur heb. Ik heb 4 kinderen en een vrouw. De vrouw is er niet meer. Ik ben een paardenman. En ik vak ook veel vultjes. Voor het paard terug ga ik de 5 in de winter. En ik heb ze in februari al. Ik ben hou van vroegvulm. De bovenste, dat is Bertida, die is kampioen van Nederland. Heb ik vorig jaar een vulm verkocht. Naar een man op de veiling. Ja. Nou, er zijn 2 kinderen van mij, dat is Gedien, dat is Hendrik. Die Hendrik is timmerman, die woont op het Loon nu, die werkt voor hemzelf. En Gedien zit in Zeist, die werkt op het ziekenhuis. En dan haal ik een bokkenwagen. En ik hou van ouderwetse kleding. Nou, hier ben ik geboren, om zijn men in Oosterwolde. Dit was Arm Kroeze en dit was Koop van Tul. Die kon alles onthouden. Ik had door beginnen en dan komt er geen einde aan. En door middenin, daar ben ik geboren. Mooi dat je de wassen gewoon hier lekker in de kamer kunt landen. Ja, mijn zus, ik kan wel leren halen buiten hangen. En dan kom ik weer en is de boel nog niet droog. Henkie denkt, ik maak een paar toogjes, hoppakee. Winter en zomer heb ik ze binnen hangen. Alleen berengoed, dan gooi ik buiten, want anders wordt hier zo donker. En dan ruik het ook lekker. En dan heb ik het ook kutste bij de kasten. Want ik hou ervan actie en opschieten. Dus, opvolgen in de kasten. Wat een leuke foto hangt hoor, Henk. Ja, dat was wel onze Shetland Henks, Dinant. Die heb ik bij nacht gekocht als vulntje. Ik kende hem. En toen zegt die man, zou je er wel... Zou je het wel zonder dat je hem zien hebt? Ik zeg, ik ken hem. En die heeft hier 30 jaar geweest. En achter, daar ben de kleinkinder van Esther Kraag. En ik lig op de knieën. De andere weg en toen een foto maken. Een mooie kassie jij door en wat leuke fotootjes nog. Jazeker. Als een tafeltje, dan kom je over Kroonweg. Van de Eekterweg. En dan heb ik wat spullen gekregen van mijn moe. En dan heb ik hier nog een dochter zitten. Die is op een foto. En dat is Dianne. En die, haar man, die doet de boekhouding van mij. Nou, en daar bouwen de Oudmeer. Er zit dan met die stof op. Die mooi zegt Aldi. Onder stof bederft niks, maar wie bergt... Precies, dat is een mooie uitspraak. Ja. Hoeveel klompen heb je hier? Nou, er zijn maar een paar. Want ik heb ze met de 5 weken gehad. Weet je wat is? Ik sta op mijn klomp en ik ga ermee naar beneden. Maar ik heb niet anders als klomp, maar daarvoor. Ja, een keer weg hoor, een feestje op een verjaardag, dan doe ik hem de schoentjes aan. Maar anders liefst de klomp. En ik heb een bepaald soort klomp, dat is een klomp met een paard erop. Ik heb er meer dan 900 aan de voorten had, van mijn 15 jaar af. En een mooi tuintje heen ook? Want ik heb een hele mooie tuin. Ja. Nou, zit hij hier veulen? Ja, machtig. Ik zit er nooit. Nee, de rummen, dat dacht ik aan. Ik heb druk punt. Ik heb van de week nog hem neergeknipt. Ik denk dat we er een beetje christelijk uitzien. Ja. Maar de bloem die groeit hier onder tafel nog, weet je wel? En ik heb door mooie droemen zitten, ja. Van die witte, blanke droemen. Nou, dan wil hij nog eens beleven wat er mee gaat gebeuren. Dus met zo'n uitzicht, dan hoef je toch ook wel eigenlijk niet op vakantie? Nee, joh. En ik kan helemaal geen woord Engels. Maar... Ik heb een beetje op het moment een probleem met het lichaam. Ik wil eigenlijk nog een keer naar het buitenland. Want ik heb in Amerika, of ja, bij die Army, zeg ik een keer een peert verkocht voor 20 jaar terug. En dan ben ik zo machtig voor jong van de kom. Ik denk dat ik voor de winter, voor de eerste sneeuwvlakken kom, dat ik door Amerika gezien heb. Maar ik ga het proberen, want ik heb nog nooit in een vliegmachine gezeten. En nog nooit in een trein. Dus ik ben gewoon een coole kikker op de trekker of achter peert. De Vos, die heet dan Ojochi. Moest hem een O heten. Vond ik een mooie naam. En hij heeft wel heel ziek geweest, want hij had geen biesmelk gehad. Ik heb hem 14 dagen met heel veel vrienden en kennis om door het leven gesleept om hem in de benen te kriegen. En ik heb hem heel veel melk gegeven en veeartskosten. Maar dat is betaald en we kijken niet achterom. Nee. Als ik een dier heb, wil ik uitermate mijn best even doen om ze goed leven te geven. En ik wil genieten van mijn paarden, want ik ben gewoon een paardenman. Ja, supermooi. Prachtig gezicht zo, hè? Met, oh, daar heb je wat anders. Ja, de telefoon. Ah, ik ben in mijn peer. Ja. Oh. Ja, met Henk.
Oké. Okay. Je hoort van mij en de Peter zet ik op Isis. Dat komt goed. Tot ziens, hoi. Hey, je hebt weer werk, Henk. Ja, en dat werk dat moet er ook blijven. Want dat moet van hem. En ik zeg altijd, 's nachts mee slapen en overdag mee scherp blijven. Ja, precies. Kijk. En hoe gaan we nu heen met de demmetje? Wie gaat de geitenmelk? Wie gaat de geitenmelk? Want ik drink al die geitenmelk. Ik heb een bonte geiten in de schuren zetten en die wekte nog buiten zetten in de bongers. Hak de geiten gore melk moet ik verklompen, maar zeker? Ja, zeker, want de ene voet doe je onder de kont en de andere doe je de nemmen mee vasthouden. En doe ik maar een paar dikke zakken aan van de geitenwollen. En dan ben je ook net een boer in de gier, hè? Ik drink elke dag 2 glazen melk. Dan zet ik hem even vast en dan zelf van onze lippen mee uit de melkstel. Zal ik even de nemmen pakken? Ja. Gewoon aan de man in de geitenmelk. En dan drink je dan elke maand lekker gezond geitenmelk? Ja, en ik kook ze niet. Ik doe ze zo in de koelkasten. En als ik ze in de koelkasten heb, heeft mijn old man gezegd, je moet ze niet koken, maar die koken alleen nog de beste geiten eruit. Ik kook er niks in, maar alles eruit. Dus en dat bevalt me goed. Kun je het wel, maar kijk hoeveel hij had. Ach, dat weet ik niet. Ik melk zo aan, maar ik vind zelf persoonlijk dat jij het ook eens gaat proberen. En zo gingen ze vroeger alle koeienmelk met de hand. Denkte dat die mensen ervan genoten als ze dat in het land zaten. We zijn wel even bezig, hè? Jazeker, maar dat is samen met één dier, laat maar zeggen. Waar staan we hier? We staan hier in de stapmolen. Ik heb ze 1,5 uur in de stapmolen, 's morgens of 's avonds. Het ligt aan wat van weer. En waar ik heen ga, ik heb ze gewoon elke dag een uurtje buiten, lekker stappen. Dat is een soort gymnastiek voor ze. En blijven ze soepel en mooi dun. En dan gaan ze weer op de box en dan, of in de box. En dan krijgen ze water en hooi. En hij is kampioen van Nederland geweest met zijn maatje die achter me staat. Dat is Balmoral. En dit is het showpaard. Daar rijd ik veel mee, een burgemeester of een wedstrijdje. Maar gewoon, een rit en lopen ze voorop in 4-span. Ik kan ze denk ik wel. Ik heb vorige week of 14 dagen Jan van Oenen gereden. Ik ben 65. En die ziek die man. En voor de verrassing. Ah, dat is mooi. Ja. Jongen, wat mooi. Ja. Hier heb je nogal wat koetsen staan. Wat gebruik je die allemaal voor? Ja joh, ene koetsen daar kun je wel van u, maar als er is een wiel afvlucht, dan moet je een andere hebben. Dus, maar ik heb meerdere keuzes. Ik heb hier de lijkkoets. Kom uit Duitsland. Ik bekeur bij Jantje Lubbers in Zwolle. Daar heb ik een heel zootje kar en ik heb het mooi snel en daar ga ik mee aan het werk. Hier doe ik even de hoed op en de sjaal om. En weet je wat het is? Het is geen trouwerij, maar het is een begrafenis. Ik heb van zomer heb ik nog geweest in Achter-Groningen, bij de Elzel, aan de Duitse grens. Ik heb een vrouwtje weggebracht van 70, die wil trouwen met koetsen. Maar dat is niet gelukt. Ze zei ze gaat toch met de lijkkoets weg. En dan stap ik hierop met mijn schoentjes. Ik heb een rustig. Ja, zie je, en dan ga ik hier mooi zitten. En zo hoor je, ik heb ook een kruis bij me. Dus als er roomsen zijn, dan zet ik een kruis op het dak. Dus, die zit hieronder. Ik heb mijn ouders, mijn vader heeft ermee weggebracht. Dus, en heel veel mensen hier ook wel in de buurt. Ik heb voor een poosje terug, dat mag ik ook wel zeggen. 18 augustus vorig jaar heb ik een stel getrouwd. Een man van 32, Willem. En een vrouwtje in Lyon, kan slecht namen houden, maar dat hef had die vrouw. Heb ik getrouwd 10 augustus. Kom aan de Zuid-Laardermark. Toen zei ik tegen Willem en Leone, we gaan ook in mijn 4-span rijden. Maar ik ben een 4-span rijder. Dus ik hou van iets anders als 1-peert. Ja. Wat dacht hij? 2 dagen later, de man uit de tiet, dood. Hartstilstand. En wat denk je? Ik zei, ik breng ze weg. Ja, maar ze hebben geen geld. Ik zei, dan brengen ze voor niks weg. Ik heb hem weggebracht met dezelfde paan, dezelfde ezels. Hier? Ja, klaar is Kees. Oh, wat eng. Ja, maar dat geeft wel woord. Nou, we gaan weer hennen.
Wie bleef gewoon op de bok zitten? Wie wordt net binnen? Ja. Wat jammer weer, hè? Ja, dat weet ik. Maar dan komen we een keer weer. Ja. Maar ik wil je even van vertellen. Dit is een landauer. Die kun je losgooien. Ik zal hem een stukje opengooien straks. Dat is mooi weer is. En dit kunnen we ook in Duitsland. Die zweep die ik in de hand heb, daar heb ik er toch al 4, 5 van of 6. Ik heb er 2 weggegeven aan een paar goede kennissen of klanten. Vond ik leuk. Nu zit er een plaatje op. Maar als er sneeuw en regen en die dametjes met die hoge hakjes, ja, dan zit er sneeuw. Maar als je de deur open doet, dan heeft hij hier een schone step. Zo waren ze vroeger aan het werk. Dus dan kon die dame of die heer kon mooi op een schone step naar binnen. Want dan lag er geen sneeuw of ijzel op. En als hij hem weer dicht doet, dan is hij weer beveiligd. Wat een bijzondere koets is dit. Ja, het is een aparte koets. Ik ben ook trots op hem. Er is er geen één in Nederland die zo'n koets heeft. Ik heb hem. Hij kan 8 personen zijn. En wij voorop de kroon met mijn vriendin, daar wonen we met 10 man. En deze is gebruikt in Engeland. Ik ga nu een stapje in de koets nemen. Ja. Oké. Voor een paar jaar terug heb ik 8 of 9 meisjes naar Elburg gereden. Naar de school voor in Gala. Dat was een feestje. En dan kom je aan. De ene komt met een auto, de andere met een bromfiets. En ik kom gewoon met deze koets. Wat mooi. En de meisjes allemaal die mooie gala-jurken aan? Echt geen gala. Hier bijzonder mooi. Zijn ze echt met hoeden. En ik hang je hoofd van een beetje statigheid. Want ik heb zelf ook wel een kop voor een hoed, denk ik. Maar die, ja, dus die doet goed. Ja. Ja, elke hoed die staat me wel aardig. En ik heb ook altijd een pet op. Is dit kleine Henk nog? Jazeker. Het was in Elburg op Fokdag bij de dijk. Was de eerste pony, Beatrix, in. Mijn vader gekocht van Jannes van Wegel uit Hattemerbroek. En die zoon, Henry van Wegel, die doet ook paard betuigen dat ze weer een zoon van. Maar dat was mijn eerste pony, heette Beatrix. En daar heb ik me onder zadel gereden. Ik was de jongste deelnemer, ik stond derde. Ik heb hem ook voor de kar gehad in 2-span. Ben ik dwars de feesttent in gewoon, want ik was meer vaak kwijt. Maar ik was er maar een jorenwacht neer. Dus die jongens hadden er schik van. Ik denk, ik moet mijn vrouw opzoeken. En zo zit het. Ik ben zo door de feesttent gewoon met die taal en stoel naar de achterkant er weer uit. Nou, dit vind ik toch eigenlijk wel de mooiste. Ja, oh, de mooiste. Hij is altijd mooi. En het is ook een mooi ding om mee te rijden. Want die hebben een jong stel dat gaat trouwen. Dan hebben ze straalverliefd en een mooie dag erbij. En dan haal je ze op en je brengt ze weg naar gebouwen. Het is een familie erbij. Heb ik bloemen. Ik heb neppetjes. Ik heb plastic bloemen. Maar anders dan doen ze een mooi bloemstuk. Maar als ze niet de duurste weg wil, dan doe ik deze hier opmaken. En dan is het ook weer klaar. Ja, het kost niks mooi. Meer of minder. Ik heb ze bij me. Dit is eigenlijk mijn allermooiste tuig. Er zitten lauwe takjes op. En dat is met keuper en met blienzilver. Dat is van vroeger. En dat is kwaliteit. Als je dit op paard legt, hoe je helemaal niet aan te singelen, dat blijft gewoon liggen. Dat is met de hand gemaakt en dat is bijzonder oud. Ik kan wel 150 jaar oud wezen. Dus je bent mobiele hoefsmid eigenlijk? Ja, mobiele. Nee, de rijdende hoefsmid. Dus die komen altijd paraat? Altijd paraat. En in Noordzit kom ik gewoon s'nachts. Maakt me niks uit. Als er een ijzer af is en je bent naar de wedstrijd, ga met die banaan. Hoeveel graden is dat? Dat kan maar 200 graden wezen. Zie je, nou sla ik hem op maat. En je moet het ijzer smeden als het heet is. Ja, dat is een spreekwoord. Ja, elk hoefje is weer anders. Ik denk, als ik een Tammy het paard bekap heb, dat ik precies de maat al heb. Zo weet je dat wel een beetje uit je hoofd. Oh, ik heb gevoel ervoor en ik heb inzicht, dat weet ik niet. Maar het is al meer dan 35 jaar dat ik het missie al wel doe. Dus het is gewoon, ja, met de ogen dicht werken haasten. Ja, dat is een gevoelskwestie. Wat gaat er nu gebeuren? Ik maak de nageltjes weer los van de hoef. Deze was al afgeknapt. Hij was er ook wel aan toe om te beslagen worden.
Elk peer is niet even maak. En deze is ook wat maak. Ik heb ze allemaal al wat maak. De meeste heb ik wat maak. Ik heb ook wel lastige dieren, maar dat zijn allemaal jonge dieren. Hey, en hoeveel tijd ben je nou bezig gemiddeld per paard? Als je er vier doet? Wel een uurtje. Ja, hè? Krijg hem los, dat ik. En hoe wrik ik hem los? Dat kost wel iets kracht. Maar daar doen we voor. En nu ga je het bijwerken? Ja. Gaan we het groen van de bovenkant erbij. En de onderkant haalt de smet het er weer af. Want het is absoluut geen pijn voor het paard. Het is gewoon je kunt nagel als paard. Ja, een nagel. Ik wil een foto laten zien hoeveel ijzer er in de vingers gehad heeft. En dat is een vrachtwagen vol. Dus een foto van. Is het nu bijna kloren? Ja, nog om eronder brand. Ik denk dat het nu zo'n beetje goed is. Er komt wel een beetje rook af, maar dat moet. Ja, het is precies goed. Precies goed hier, kijk eens. Nou, ze maken niet te groot ween, want dan vallen, dan trappen ze erop en dan verliezen ze zich. Ja. Oké, dat is het. Zo. Zo, gaat het zo snel? Ja, zie je ook weer de afdruk zien van de hoef. Ja. Buiten mooi ruim. Ik doe er een nageltje 8 in, omdat het paard heel veel te weg loopt. Zie je, zit er mooi strak in het gaatje. Dan heb je minder speling, dan blijven de nagels het langst goed. En als winters, ik doe ook een aardeslee rijden. Ik heb ook een aardeslee. Ik heb ook met dit paard tweede gestaan. Met een andere hoefijzer stronden? Nou, maar dat is inderdaad wel een kwartier per voet, zeg maar, hè? Ja, ja. Zeker wel. Wat is dit voor mooie vrachtwagen eigenlijk? Ah, dit is een mooi wagentje. Ik ken heel Nederland. Ik heb hem gekocht in Friesland. Ik zag zo'n auto tegenkomen een keer aan de weg. Een 814 Mercedes. Ik kom eigenlijk uit Noord-Holland. Iedereen kent hem. Ze maken foto's op het terrein als ik aankom rijden. Want hij is origineel zoals hij vroeger ook was. Hij is 25 jaar oud. Kunt 4 paarden op. Kunnen wel een 30 schapen mee. Henkie kan hem zelf redden. Gooi de aanhanger erachter. En dan gaan we rijden. Want ik rijd het liefst met 4. Als Hendrik Polender in Nunspeet. Zo. En Lammert heeft dat ook een beetje bedacht. Zie je, dan kan ik zo in en uit schuiven. Ja. Hoe je de boel niet eerder te uithalen. Want ik... Je bent stijldruk als je weg moet. Ja, hè? Ja. Zo. Nou, wat zitten we hier toch prachtig. En een mooie boom op de achtergrond. Jullie mooie huis op de achtergrond. En wat voor bijzondere boom is dat, Danielle? Nou, een sequoia is dat. Die komt uit Californië oorspronkelijk. Of daar groeien ze. Danielle, je bent natuurlijk hier ook vaak aanwezig op deze mooie plek. En wat doe jij hier voornamelijk met paarden iets? Of? Nou ja, als we weggaan helpen met de voorbereiding natuurlijk. En ja, er is wel veel werk. Paarden moeten gewassen worden en de boel moet op de wagen. En de koetsen en zo. Ja, ben je daar ook... Gemaakt worden, ja, afstoffen of uitzuigen. Ja, als ze weer gebruikt worden. Ja, ik wil eigenlijk niet meer weg, maar aan alles component. En ik wil jullie hartelijk bedanken voor de mooie rondleiding hier. En die koetsen, nou, supermooi. En deze wil ik jou geven voor herinnering totdat je bij de smid geweest bent. Ja. En, super bedankt. Dankjewel. Hartstikke mooi. Graag gedaan. Mooi, bedankt. En hoe hang ik het meer? Het liefste zo. Anders dan valt het geluk eruit, want dan loopt het geluk eruit. Je moet hem wel zo houden.